Zo, welkom terug in Hummelo. In dit filmpje laat ik weer even zien wat de vorderingen zijn geweest in de afgelopen maand. Het is weer een tijdje geleden, voor toen ik mijn laatste mailtje videoboodschap had. Deze maand heeft het met name zich gericht op de details. Er zijn een heleboel huizen bijgekomen, maar er zijn ook wat details bijgekomen. Zoals hier zo recht voor ons hebben we het huis van Westhof dat ik vandaag heb gepresenteerd. Dat zit ook meteen al in de game. Dat gaat allemaal makkelijk om dat mee te nemen. Wat ook leuk is dat we hier het terrein achter het pand ook langzaam zien ontstaan. Dus we hier rechts hebben we het de schuur van Echink. En dan links, ja, eigenlijk ook van Echink. Rechts was het Andries Echink en links was het Gerrit Echink. En die hadden de boel hier redelijk op orde in Hummelo. Wat we ook zien is dat er veel meer details ook in de omgeving zitten. Want de beplanting enzovoorts, daar werk ik steeds meer aan. Het gaat ook steeds meer tijd kosten. Maar we hebben bijvoorbeeld de Weppel, die hier zo onder het weg doorloopt. Tegenwoordig echt niet meer te zien is. Maar hier zo kun je wel zien dat die van links naar rechts gewoon zichtbaar was. Tegenwoordig is dat dus allemaal ondertunneld. We lopen hier zo langs het huis van Greve, het oude huis van Greve, en we kunnen daar ook in de verte dan zien hoe de panden langs de Greflinkallee en daarachter, daar hebben we de melkerij en het rentmeestershuis. Je kunt ook zien dat ik bezig ben met de details op afstand, zoals recht voor ons. Daar zo, daar hebben we de Greffelink, die zie je wel mooi in detail, maar links voor het rentmetershuis is nog helemaal kaal. Nou, dat is iets waar ik de laatste weken heel veel aan werk om met name het spel speelbaar te houden en alle details toch erin te kunnen houden. Nou, kijk daarvoor naar het artikel dat ik had. Het geeft me namelijk wel de mogelijkheid om nog weer een stap verder te gaan met de details, zoals ik heb laten zien met de Gouden Karper hier zo aan de rechterkant. Waarbij zelfs de vreesrandjes in de kozijnen tegenwoordig meegenomen zijn. Dus hier zo kun je het niet helemaal mooi zien, maar daarboven kun je het wel zien. Steeds meer details zijn mogelijk. Het gaat wel steeds meer tijd kosten, kan ik je zeggen. Dus even kijken, daarachter die bomen, ja, als je goed ziet, kijk, dan zie je de wieken van de molen draaien. Nou, die laat ik dit keer even links leggen. We gaan even naar de kerk toe. De molen, die heb je kunnen zien in het filmpje van vorige maand. In de kerk heb ik ook nog weer een verrassing. Die heb ik nog niet in mijn post laten zien, maar er is een collega uit Doesburg, Berry Joosten, die helpt mij tegenwoordig met wat modellen. En het eerste model dat hij voor mij heeft gemaakt is de preekstoel. Het is een ongelooflijk mooi gedetailleerd model geworden. Het kost ook wat moeite om in de game te krijgen. Maar je ziet, het werkt allemaal mooi. Je kunt het echt in detail bekijken. Alle houtsnijwerk zit erop. En dat is allemaal. Ja, het wordt steeds mooier, jongens. Het is echt geweldig hoe je ermee voor kan. Het is wel zo dat ik een beetje naar een eindpunt, tussenpunt ga werken. Deze zomer zal het wat rustiger worden op de blog, denk ik, vanwege het mooie weer. Maar ik zal ook met name tijd besteden om deze omgeving die ik nu heb zoveel mogelijk af te krijgen. En zodat ik na de zomer eens een keer een mooie presentatie kan geven hier in het dorp, dat iedereen eens met zijn eigen ogen kan zien hoe het allemaal werkt en eruit ziet. Dus hou het in de gaten. Na de zomer kunnen jullie het allemaal eens een keer mooi komen bekijken. Jullie zijn allemaal uitgenodigd. De datum zul je wel via mijn blog zien. Tot hier wil ik even de video laten. Mocht je meer informatie willen hebben, kom dan naar mijn blog en zie verder hoe het allemaal loopt. Tot ziens!